Ik moet toegeven, we zijn er mooi ingestonken. En we houden niet van instinken. Hé, hey, wat is er zo grappig? Nou, gewoon, ik droeg een vermomming, maar jullie gasten zien er altijd zo uit. Alinol. Nou, bedankt jongens. Ze zeggen dat het goed voor je is. Dat denk jij. Alinol is op zich heel goed voor je. Maar, na grondig microscopisch onderzoek heb ik uitgevonden dat het één klein foutje heeft. Blootgesteld aan een hoeveelheid straling wordt het wel bijzonder gevaarlijk. Lach eens naar de camera. Is dat alles? Zal ik wat zingen? Je wilde alles over deze camera weten op het olieplatform. Nu zal je ondervinden wat je allemaal kan. Wat jij wilt, professor. Je hebt gisteren met een hoop auto's gepraat. Welke is jouw partner? Je moeder. Oh nee, sorry, het was je zusje. Ik haal ze nogal door elkaar de laatste tijd. Mag ik nu beginnen, professor? Power 50%. Deze camera is in werkelijkheid een elektromagnetische stralingszender. En zij dan, hè? Het zij die foto? De Alinol begint nu langzaam te koken. Hij gaat extreem uitzetten, waardoor het motorblok zal scheuren door de druk. En dat perst olie in de verbrandingskamer. En hij dan, hè? Met hem gepraat? Wat kan hij net schelen? Ik vervang gewoon mijn motorblok. Dat zou nog kunnen, maar na volledige blootstelling aan de straling is er helaas niks meer over om te vervangen. En hij dan, hè? Heeft hij hem? Dat is hem. Hij is het. Begrijpbaar, professor. Nee! Jan, ja. We denken dat hij infiltrant gevoelige informatie heeft doorgegeven. Ik regel het wel voordat de schade wordt aangericht. Het project loopt nog op schema. Jullie zoeken de tweede agent. Tot hem.